Dan is de eerste waar we mee gaan beginnen, is de Wilcoxon Rank Sum Test. Niet te verwarren met een toets die later komt, de Wilcoxon Signed Rank Test. Die komt ook nog. En als je field aan het lezen bent, dan is het niet helemaal helder. Nou ja, je kan een beetje in verwarring raken, omdat er twee testen zijn, die zijn door deze meneer Wilcoxon gemaakt, bedacht. Dus het is wel goed dat je die scherp voor ogen hebt van wat doet de ene en wat doet de andere. Dus die Wilcoxon Rank Sum Test is het non-parametrische alternatief voor de Independent Sample T-test. Of de one-way ANOVA met maar twee categorieën. En die toetst dus gewoon of er verschil is tussen groepen, maar dan op basis van rangordening en niet op basis van, de scores die behaald zijn. Dus wat doen we? We kennen die rangordening toe. En vervolgens gaan we die standaardiseren. En vervolgens gaan we toetsen of daar, wat daar de p-waarde van is. Dus dat is de procedure. Oké. Dus wat ik nu wil doen, en gelukkig zijn jullie hier aanwezig. Ik dacht eventjes bij het voorbereiden van dit college en toen ik hier vanmorgen stond dat dit helemaal in de soep ging lopen. Is eigenlijk analoog aan wat we eerder dit semester hebben gedaan, is even kijken of we dit in de praktijk kunnen brengen. En we hebben bij de one-way ANOVA hebben wij gekeken naar het verschil tussen de lengte van mannen en vrouwen. En heb ik jullie naar voren gehaald. En hebben we met een bouwlint gestaan om te kijken wat de gemiddelde lengte was van de mannen, de gemiddelde lengte van de vrouwen. En gekeken wat de verklaarde variantie was daarvan, om te zien hoe je dat doet met zo'n one-way ANOVA. En wat ik nu wil doen is datzelfde, maar dan op basis van de non-parametrische alternatief, op basis van ranking. Dus dat gaan we doen. En daarvoor heb ik als eerste twee rankers nodig. En ik denk dat jij goed kan ranken. En ik denk dat jij ook heel goed kan ranken. Dus kom in ieder geval even naar voren. Dankjewel. Applaus natuurlijk. Ja. Dank jullie wel. Dat is natuurlijk, jullie klappen, maar jullie moeten zo meteen ook naar voren komen, want zoveel zijn we hier niet. Jullie taak zo meteen is, we gaan wat mannen en vrouwen naar beneden halen. En we willen dus toetsen of er een verschil is in de lengte tussen mannen en vrouwen. En als ranker is het jullie taak om deze mensen te ordenen op lengte. En daarna, ja, we gaan die hele procedure doorlopen. Dus laten we dat eerst doen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we steeds stapje voor stapje hier doorheen. Ja? Okay. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Okay. Goed. Mannen en vrouwen, naar beneden. Dus kom erbij. We hebben wel echt wat mensen nodig, want anders loopt het helemaal in de soep, deze berekeningen. Want met één man lukt dit niet. Volgens mij hebben we hier maar vier mannen in de zaal, toch? 1, 2, 3, 4. Ja, ja. Ja, het valt mee. Ja, dus kom naar beneden. En ik wil even, we hebben de rankers en de gerankten. De gerankten moeten even op een rijtje gaan staan, naast elkaar. En ik wil aan de rankers vragen, om deze mensen dan even op volgorde te zetten van grootte. Ik ga eens even kijken hoe dat lukt. En wij kunnen natuurlijk weer toeschouwen en zien of dit wel goed gaat enigszins. Dat heb je vaker meegemaakt. Ja. Gaat dit goed? Van een afstandje? Ik zie mensen hier nee knikken hoor. Ah. Ja? En gaat het hier goed? De mannen, gaan die goed? Ook niet. Ja. Ja, soms moet je een beetje afstand nemen, omdat... Wat vinden jullie? Is het goed? Lichtblauw naar links. Nog eentje? Lichtblauw, nog eentje naar links hoor ik hier. Ja, ja. Zijn jullie tevreden?
Gaat dit goed? Ja, duidelijk. Maud moet met Carlijn wisselen. Heel goed. Top. Zijn we nu tevreden? Ja? Echt niet. Oké, we zijn nog niet klaar, hè? Want de gerankten, ik ga je een nummer geven en je moet zelf dat nummer even onthouden. Hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Goed onthouden? Oké. Nou, is het aan de rankers dus om zeg maar het tie-probleem op te lossen? Want er zijn natuurlijk mensen die dezelfde lengte hebben. En die moeten dus eigenlijk het gemiddelde van die twee zien te krijgen. Dus kunnen wij hier al een beetje bedenken wie er dezelfde lengte hebben? Nou ja, de rankers. Dus het is misschien, dus is misschien goed om groepjes te maken van de mensen waarvan je denkt dat ze dezelfde lengte hebben? Oké. Zijn jullie eruit? Ja. En wat wordt nu het nummer van deze getijden? 6, 7, 9. Ja? Oké. Dus het nieuwe nummer dat je hebt toegekend gekregen, moet je nu even onthouden weer, hè? Ja? Gaat goed? Oké. Je ziet hier in feite ook wel een beetje de nulhypothese terugkomen. Hè? Want onze nulhypothese zou eigenlijk verwachten dat als er geen verschil zou zijn, dat de ranking random zou zijn tussen de twee groepen die we hebben. We hebben een mannengroep en we hebben een vrouwengroep. En we zien dat de mannen en de vrouwen hier sowieso niet random door elkaar staan. Dus we verwachten misschien wel, als we dit zo zien, dat er toch wel wat aan de hand is. Maar dat gaan we natuurlijk helemaal toetsen. Maar dit is zeg maar het idee erachter qua nulhypothese toetsing. Oké, dus aan de rankers. We hebben de vrouwgroep nodig bij elkaar en de mannengroep nodig bij elkaar. Dus één van de rankers die haalt de vrouwen bij elkaar en één van de rankers haalt de mannen bij elkaar. Ja, oké, nou dat gaat goed. En aan de rankers is het de bedoeling dat we even de optelsom maken van de rangordening. Dus in je groep hebben mensen een nummer gekregen. Zijn jullie eruit? Ja, 28,5. Dus met andere woorden, de ranked sum voor de vrouwen is 28,5. En hoeveel vrouwen zijn er? Zeven. Oké. En de mannen, wat is jullie ranked sum? 49,5. En hoeveel mannen zijn er? Vijf. Goed. Dus, weer even terugdenkend aan die termen van nulhypothese. Hè? De nulhypothese zou dan eigenlijk wel logischerwijs moeten weergeven dat je denkt dat de som van de rangen, zoals we die nu berekend hebben, dat die voor mannen en vrouwen gewoon gelijk zou moeten zijn als de nulhypothese waar zou zijn. En wat we nu zien is dat de som van de rangen voor de mannen veel hoger is dan de som van de rangen van de vrouwen. En we willen nu toetsen of dat dan ook significant is. Ik wil een heel hartelijk applaus voor de gerankten en de rankers. Dank jullie wel. Jullie mogen terug. Dus dit is de essentie, zeg maar. Dus dit is de essentie van het ordenen, het toekennen van getallen aan die ordening, het maken, het corrigeren van de ties, het maken van de verschillende groepen, vervolgens het optellen van de rangordennummers, de rank sum, zoals die genoemd wordt. En dat zijn eigenlijk de bouwstenen, de ingrediënten waar je mee aan het werk gaat. Dus wat we moeten doen is even kijken wat we nodig hebben.
Dus de Wilcoxon Rank Sum Test heeft een toetsingsgrootheid W van Wilcoxon natuurlijk. Als je een toets verzint, ja, dan moet je hem natuurlijk wel de letter van je achternaam geven. Hè. En wat hier staat is dat de waarde W, wat is dat? Kan iemand bedenken wat hier staat? Ja, de som van de ranks. Hè, dus de R, dus die sigma R. Dus dit somteken R betekent gewoon de rank sum. De optelsom van de som. Dus hetgeen wat we net gedaan hebben. En de waarde waarvan we ook in R gezet hebben hier. Dus je ziet hier de rank sum voor de mannen was 49,5. En de rank sum voor de vrouwen was 28,5. Dus dat zijn die rank sum. Dus in termen van formule gaat het ons dus hierom. De rank sum, de som van de rangen. En wat staat er nu in deze, dit ding tussen haakjes? Wat, iemand? Het lijkt wel een coördinaat, hè? Ja. Maar dit is het niet. Zeg maar, deze min, die betekent ook gewoon min, als in minimaal. Wat is de minimale waarde van deze twee? Heb je hem? Dus wat die ranked sum W-waarde, toetsingsgrootheid waarde is, is gewoon de kleinste van de ranked sum die je gemaakt hebt. Dus we hebben er twee gemaakt. De som van de rangen. Daarvan hebben we er twee gemaakt en we pakken gewoon de kleinste daarvan. Dus als we naar onze dataset kijken, dan is de kleinste van deze twee, ja, die is 28,5. Dus laten we dan even zeggen dat we dus die W, hadden we een hoofdletter gebruikt, ja. De W is, nou ja, het is mooier als ik het zo doe natuurlijk, hè. Ja, zo, hop. Dus de W is de kleinste van de som van de rangordeningen. Dus even kijken wat dit ook alweer was. 28,5, ja, daar hebben we hem. Dus dat is onze toetsingsgrootheid. Prima. En het is verder wat arbitrair. Of je nou, ja, nou ja, de kleinste is the way to go. Maar in termen van nulhypothese toetsing, ja, zou dat eigenlijk niet zoveel uit moeten maken. Want je nulhypothese toetsing is dat die gelijk zou zijn. Dus je wil eigenlijk de afwijking achterhalen die daar aan de grondslag ligt. Oké, dus dit is de toetsingsgrootheid. En zoals ik eerder al had aangegeven, moeten wij dus achterhalen, willen we deze toetsingsgrootheid als het ware standaardiseren. Dus wat we nodig hebben om dit ding te standaardiseren, deze minimale waarde van de rangsommen, is het gemiddelde van de rangsommen en de standaarddeviatie van de rangsommen. En waar het zeg maar in parametrische statistiek heel eenduidig is wat een gemiddelde is en wat een standaarddeviatie is, is het in non-parametrische statistiek niet helemaal straightforward. Zeg maar zo ontzettend niet straightforward dat het eigenlijk een beetje magisch is. Nou ja, goed, je gaat het zien. Dus we willen dit ding standaardiseren. We hebben de n'tjes ook voor nodig. En dit is wat we nodig hebben om voor de ranking het gemiddelde te berekenen. Dus een gemiddelde W, de gemiddelde toetsingsgrootheid van Wilcoxon, bereken je door N1, dus het aantal personen in de eerste groep, te vermenigvuldigen met N1 plus N2 plus 1 gedeeld door 2. Logisch toch? Goed. Ik ga jullie niet vragen om dit uit te leggen en te beargumenteren waarom dit het gemiddelde is. Wat je wel moet weten is dat je het gemiddelde op deze manier berekent. Staat ook in field. Dus dit gaan we gewoon even toepassen. We hadden N.1 en N.2. Ik ga het mezelf echt heel makkelijk maken hoor. Moet je opletten. Ik kopieer het gewoon. Oh, dat was wel heel klein hè. Edit, paste, as plain text, ja. En als ik deze nou gewoon even 1 en 2 noem, ja, dan ben ik er. Cool. Zo, dus het gemiddelde
De gemiddelde toetsingsgrootheid is 32,5. Dus als we willen standaardiseren, dan hebben we de eerste stap al gemaakt. Namelijk, we hebben de toetsingsgrootheid gevonden. We halen daar het gemiddelde van af. Het enige wat we nog moeten doen, is delen door de meetfout. Dus de standaard error van de Wilcoxings toetsingsgrootheid. Ook daar hebben we weer eigenlijk alleen maar de omvang van de groepen voor nodig. Dus we zien hier groep 1 keer groep 2 vermenigvuldigd met groep 1 plus groep 2 plus 1 gedeeld door 12. Die 1 en die 12 zijn constanten. Dus die veranderen niet naarmate zeg maar, er andere parameters in je dataset zitten. Je zal zien, we gaan in de rest van de non-parametrische toetsen nog een aantal van die constanten tegenkomen. Die moet je gewoon overnemen. Dus het is deze constanten die we daarin in doorvoeren. En daar de wortel van. En dat levert ons de standaard error van W op. Dus ook hier ga ik het mezelf makkelijk maken. Ik kopieer hier gewoon de R-code. En die plakken we hier, maar dan wel als plain text. En de standaard error van deze W komt dan uit op 6,15. Nou, dan ben ik er eigenlijk nagenoeg. Want de enige stap die er dan vervolgens nog gemaakt moet worden, of de enige twee stappen, oké, vooruit, is volledig te standaardiseren. En met die gestandaardiseerde waarde die ik dan krijg, die te gebruiken om te toetsen. Dus de laatste berekening, als het ware, die we moeten doen, is gewoon een standaardisatiemaatregel. In dit geval de Wilcoxen gevonden toetsingsgrootheid, deze. Daarvan af te halen het gemiddelde Wilcoxen toetsingsgrootheid. En dat te delen door de standaard error van die toetsingsgrootheid. En al die drie elementen hebben we. En gewoon even ter referentie. Dat is gewoon precies hetzelfde als dat we gedaan hebben bij een reguliere standaardisatiemaatregel. Dus x min x gemiddeld gedeeld door de standaard error. Maar als we bijvoorbeeld hadden bij het berekenen van de significantie van een beta-coëfficiënt in een regressiemodel, deden we ook precies hetzelfde. Daar keken we namelijk naar wat was de b en wat was het gemiddelde mu dan, wat we verwachten voor die b, gedeeld door de standaard error van die b. Dus zo'n standaardisatiemaatregel wordt op heel veel plekken gebruikt om te komen tot een waarde die toetsbaar is, als het ware. Dus dat gaan we hier doen. En daarvoor hebben we dus eenvoudig de W nodig, de gemiddelde van die W en de standaard error. En dat levert ons Z op. Ik noem hem ook expliciet Z, omdat het gewoon ook echt een Z-waarde is. Een standaard normaal verdeelde waarde. Dus een waarde die komt uit een standaard normaal verdeling. En van een standaard normaal verdeling weten we dat die een gemiddelde van 0 heeft en standaard deviatiestapjes van 1. Dus als wij vinden dat deze waarde min 0,6 is, dus de z-waarde is min 0,6, ja, dan kunnen we eigenlijk op basis van ons kennis over hoe een z-verdeling eruit ziet, zo'n bel, gemiddelde van 0, standaard deviatiestapjes van 1, kunnen we eigenlijk al een beetje beredeneren of dit nou een significante z-waarde is of niet. Maar goed, we gaan het wel even toetsen vooruit. En voor de toetsing daarvan gebruiken we natuurlijk weer die visualize-functie. En in dit geval, omdat we een standaard normale toets uitvoeren, hebben we de visualize-norm van normal nodig. Dus we hebben in deze cursus al een aantal visualize-functies gebruikt. We hebben die voor de t gebruikt, we hebben die voor de f gebruikt, we hebben die voor de giekkwadraat gebruikt. En degene die er nu bij komt, is de visualize-functie voor de z-verdeling, de standaard normale verdeling. Dus deze gaan we toepassen op de gevonden z-waarde. En ook deze kunnen we weer even kopiëren. Ik weet niet of ik het package al geïnstalleerd heb hier in R, dus Oké. Zo. Ja, daar hebben we hem. Zo. Gaat dit goed? Oké. En ik wil hem toch ook eventjes hierbij hebben, zodat we hem helemaal compleet hebben.
plak speciaal. Niet een patatje speciaal, maar een plakje speciaal. Oké, okay, goed. Oké, okay. Dus dat levert ons deze grafiek op, wat de visualize-functie weergeeft. Is er iemand die in de zaal zit die net op basis van die toetsingsgrootheid waarde dit al een beetje voor ogen had? Dat is goed. Dat je leert om te zien van oké, als het een z-verdeling is, dan ziet het er zo uit. Als hij negatief is, dan moet hij dus die kant op. Als hij punt 6 is, ja, dan zit hij nog even net boven de helft. Dus dan zal het wel dat vlak zijn. Dus het is goed als je dat een beetje voor ogen hebt. Het is wel heel klein daarboven, hè? Dus hoe groot is dat oppervlakte? Oh man, jongens. Snap je? Ja, nou. 0,25, ja, hè? Dat is er wel uithalen. 0,25 nog wat. Ah, goed. Dus 25% de kans op deze toetsingsgrootheid Z. Of extremer, hier naar links toe. De kans op deze toetsingsgrootheid Z, deze waarde. Of extremer, dat is 25%. Dus op basis van deze sample, wat concluderen we dan over het verschil tussen mannen en vrouwen? Wie? Geen verschil. Dat is onze conclusie, hè? Dus even weer voor het besef. We zeggen niet dat mannen groter zijn dan vrouwen. We concluderen het op basis van deze resultaten. Het kan een verkeerde conclusie zijn natuurlijk, hè? Ik denk het wel eigenlijk. Is er iemand die een reden zou kunnen verzinnen waarom dit een verkeerde conclusie zou kunnen zijn op basis van deze sample? Een steekproef is vrij klein inderdaad. En het aantal mannen dat we hadden was ook heel klein vergeleken met de vrouwen. Dus ja, dat vertekent wel enigszins het beeld. En nou ja, we vinden hier dus echt geen verschil, concluderen we. En dat is hoe die Wilcoxon-toets in elkaar zit. Hoe ranking werkt. Ordenen, nummeren, je ties oplossen, groepen maken, optellen. En dan vervolgens gemiddelde berekenen en de standaard error. Is dat duidelijk? Ik moet er wel bij zeggen dat Field beschrijft zeg maar, dit proces in de hoofdstukken van non-parametrische toetsing. Dus hij geeft de formules er wel bij. Alleen de stappen die je moet doen om te komen tot die rangordening, te komen tot die sums of squares, die zijn voornamelijk textueel beschreven. Dus ik wil je echt aanmoedigen om die hoofdstukken even te lezen. Maar ook vooral om het even de college slides erbij te pakken om te zien wat je dan aan procedurele stappen moet doorlopen om daar te komen. Nou, als je tweezijdig zou willen toetsen, dan betekent dus dat je die z-waarde zowel aan de negatieve als aan de positieve kant zou definiëren. En ook die kan je gewoon in visualize stoppen. En in plaats van dat we daar de upper of lower gebruiken, kiezen we nu voor tails en levert ons dat tweezijdige toetsing op. Goed. Even een belangrijk punt met betrekking tot specifiek deze toets. Dus de Wilcoxon rank sum test. Er is namelijk een alternatieve toets, ook non-parametrisch, die hetzelfde doet. En die allebei zijn die, komen die in het boek aan bod. Alleen de eerste die ik nu net met jullie besproken heb, die wordt heel duidelijk uitgelegd hoe je dat moet doorlopen. En de tweede eigenlijk niet. De tweede toets die we zo meteen gaan zien, die is net eventjes ietsje beter, maar complexer om te berekenen. Ook in de zin dat het complex is. Field kiest er dan ook voor om het dan niet uit te leggen. Dus dat vraag ik van jullie ook niet vragen. Maar ik wil wel even weten dat je beseft dat die twee toetsen hetzelfde doen, in feite. De laatste stap die ik hier nog even bijna was vergeten, is dat je op basis van die gevonden z-waarde natuurlijk weer een effect size maat kan berekenen. En dat doe je door z te delen door de wortel van n. En dat geeft je een indicatie van hoe groot het gevonden effect is. Okay. En die andere toets waar ik het net over had, dat is de Mann-Whitney-test. Mann-Whitney's U-test. Die berekent ook weer een toetsingsgrootheid U. Duidelijk. Dat kunnen we nog wel. Gemiddelde van die U. En de standaard error van die U. En ook met al die drie elementen heb je weer dezelfde gegevens om te standaardiseren.